Kameraden, het is nog niet eens een jaar geleden dat het woonprotest in Amsterdam en de woonopstand in Rotterdam en alle andere woonprotesten in andere steden hebben plaatsgevonden. En er is in die tijd denk ik superveel gebeurd voor de woonbeweging. Er is echt een begin gemaakt van de beweging en we hebben ook al overwinningen geboekt, zoals het afschaffen van de verhuurdersheffing en gewoon het feit dat überhaupt de wooncrisis nu gewoon echt bovenaan de politieke agenda staat. Maar het is echter nog lang niet genoeg om echt de verandering teweeg te brengen. En dat heeft denk ik te maken met hoe groot het probleem is en hoe diep geworteld het probleem is in deze samenleving. En hoe erg de volkshuisvesting de afgelopen 30 jaar is afgebroken. Rechtse en neoliberale politici hebben de volkshuisvesting, wat in Nederland toch redelijk goed geregeld was, vakkundig gesloopt. Dit is met een paar maatregelen die nu ingesteld zouden worden niet terug te draaien. Dus we hebben nog meer protest nodig om de tijd te kunnen keren. En van die afbraak wil ik een kleine geschiedenis schetsen, omdat ik denk dat er veel over te leren is. En dat is een geschiedenis die redelijk pijnlijk is, waar ook heel veel persoonlijke gevolgen aan zitten voor mensen die bijvoorbeeld dakloos zijn of geen huis meer kunnen vinden. En hij is ook pijnlijk omdat links in principe die volkshuisvesting in het begin heeft opgebouwd. Om de woningnood onder arbeiders een beetje op te lossen. En dat die nu door rechts en onder het neoliberalisme echt gesloopt is. Dat komt onder andere in de kern omdat de volkshuisvesting al vrij snel nadat de eerste coöperatieven waren opgericht, was de taak voor de volkshuisvesting was overgenomen door de kapitalistische staat. En waardoor het op lange termijn heel kwetsbaar werd voor bezuinigingen zoals we die hebben gezien onder het neoliberalisme. Ik ben natuurlijk niet de eerste die zo'n geschiedenis in kaart probeert te brengen. Ik heb twee boeken hier op tafel staan. Over het woningvraagstuk van Friedrich Engels uit 1872 en heel recent het boek van Cody Hoogstenbach Uitgewoond. Dus precies 150 jaar uit elkaar, maar ze behandelen natuurlijk dezelfde thematiek en onderwerpen. En dat zegt natuurlijk wat over het karakter van de wooncrisis dat er al 150 jaar in arbeidersbewegingen over wordt gesproken. Het is een kapitalistische crisis, een typisch kapitalistische crisis. Eigenlijk heeft de arbeidersklasse te maken met een permanente wooncrisis onder het kapitalisme. Bij het ontstaan van het kapitalisme verloor de werkende klasse hun toegang tot land en andere productiemiddelen en ze moesten naar de stad trekken. Omdat het enige keus was om nog in een bestaan te kunnen voorzien was het verkopen van hun arbeid. En in die steden werden arbeiders gehuisvest in hele slechte omstandigheden. Goed, de eerste die iets probeerde te organiseren tegen deze wooncrisis waren de arbeiders zelf. Zij verenigden zich in coöperatieven en droegen elke week wat van hun loon af aan zijn coöperatief en bouwden daarmee de eerste huisvesting voor arbeiders. Als je die kant op gaat naar het Tropenmuseum, dan kom je op een gegeven moment bij de Mauritskade en daar staat aan je linkerkant de dubbeltjespanden. En dat zijn panden die in 1868 zijn gebouwd en die zijn gefinancierd door arbeiders zelf uit zo'n coöperatief. Die heette dubbeltjespanden omdat ze elke week een dubbeltje opzij legden en dan samen op een gegeven moment die panden gingen bouwen en gingen verhuren aan de arbeiders. Deze zelforganisatie van arbeiders werd eigenlijk al vrij snel in de kiem gesmoord. Dat komt onder andere omdat die coöperatieven een beetje werden gewantrouwd door de staat, vooral lokale overheden die ze nodig hadden om grond te krijgen en door banken, waardoor de financiering niet vaak rondkreeg. De landelijke overheid stelde toen de 1915 een woningwet in, waardoor er aan de ene kant wel veel financiering kwam, als in de vorm van subsidie en ook een beetje begeleiding om het allemaal op te zetten. Maar aan de andere kant, zoals ik net zei, werden ze heel afhankelijk van die kapitalistische staat in de financiering en in het reilen en zeilen van de volkshuisvesting. En je zag dan ook dat die coöperatieven meer werden overgenomen door filantropische kapitalisten dan dat er nog echt een zelforganisatie van arbeiders was die echt onafhankelijk in die volkshuisvesting kon voorzien. Dus deze ontwikkeling was heel dubbelzijdig. Aan de ene kant veel subsidie en steun voor volkshuisvesting, aan de andere kant heel weinig zeggenschap en zelforganisatie en ook niet meer die inbedding in een bredere linkse beweging. Dat was ook kenmerkend aan die coöperatieven dat ze echt onderdeel waren van bijvoorbeeld de vakbond of grote linkse partijen. En dat was naarmate de 20e eeuw vorderde werd dat steeds minder. Er gingen ook die woningbouwverenigingen die toen nog waren, die echt bouwden voor hun leden. Die werden omgevormd door stichtingen die gingen verhuren aan gewoon huurders, gewoon consumenten eigenlijk. En je ziet het dan ook die hele cultuur in zo'n woningbouwcoöperatie verandert. Zoals ik al zei was het dus een beetje een eilandje in een kapitalistische samenleving. Je ziet dan ook dat eigenlijk altijd in de 20e eeuw dat bestaanszicht van die volkshuisvesting in twijfel wordt getrokken door politici, door rechtse politici die er maar al te graag op zouden willen bezuinigen.
En je ziet dan ook dat als er een andere politieke wind ging waaien, bijvoorbeeld die van het neoliberalisme, dat die sociale voorzieningen werden afgebroken. Maar onder ook de volkshuisvesting. En ik ga niet de hele geschiedenis van afbraak langslopen, maar ik wil een paar punten aanstippen die volgens mij wel echt belangrijk zijn om mee te nemen. Ten eerste is dat de privatisering, het wordt verzelfstandiging genoemd, maar het is gewoon een privatisering. En die begon eind jaren 80 onder staatssecretaris Heerma. En die zette de operatie Heerma in. Want hij beoogde dat die woningbouwcorporaties financieel en bestuurlijk zelfstandiger moesten worden. Eigenlijk betekent dat die hun eigen broek moesten gaan ophouden. En wat ze deden is dat ze de leningen die uitstonden en de subsidies die ze zouden krijgen, die streepten ze tegen elkaar weg. Want die woningcorporaties kregen leningen van de staat. Waardoor die corporaties eigenlijk meteen opeens op eigen benen stonden financieel gezien. En hun eigen broek moesten gaan ophouden. Waardoor ze dus ook veel minder goed in die volkshuisvesting konden gaan voorzien. Dat had ook als gevolg, een heel belangrijk gevolg, wat ik net ook al zei, dat die corporaties zich ook anders gingen gedragen. Die gingen zich gedragen als commerciële bedrijven, want die moesten hun eigen broek ophouden. En die waagden zich in allerlei riskante vastgoedprojecten en financiële constructies. Lucratief voor de corporatiebestuurders, maar de rekening kwam bij de huurders te liggen. En ja, die schandalen zijn allemaal wel bekend, waarbij de corporatiebestuurders Maseratis rijden of dat ze investeren in een van de schip of met derivaten gaan handelen. Zaken die je met publieke middelen niet zou moeten doen. En natuurlijk zijn dat corrupte bestuurders, maar het moet natuurlijk ook gerealiseerd worden dat het gewoon in het systeem zit dat die corporaties eigenlijk die kant in werden geduwd van commerciële partijen die dat soort dingen gaan doen. Een ander belangrijk moment in die afbraak is eigenlijk de hele nieuwe plek van sociale volkshuisvesting in de woningmarkt die het langzaam werd. Voorheen was eigenlijk de corporatiesector, dus de woningbouwcorporaties, die voorzagen in vrijwel alle volkshuisvesting in Nederland, behalve wat koophuizen voor de rijken en een aantal particuliere verhuurders hier en daar. In het begin van de jaren 2000 werd besloten dat eigenlijk de sociale volkshuisvesting alleen nog maar moest gaan voorzien voor de allerarmste inkomensgroepen. Dus zoals ik net zei voorheen, was eigenlijk de volkshuisvesting voor iedereen toegankelijk. Maar er werd besloten dat dat niet eerlijk zou zijn, want dat was zogenaamde marktverstoring. Want je had overheidssteun dan voor verhuurders en dat kon op een of andere manier niet meer. En Nederland heeft toen heel netjes aan de EU gevraagd, want de EU hield zich daar nogal mee bezig. In alle landen moest het bezuinigd worden op allerlei sociale voorzieningen, anders was het altijd marktverstoring. En die vroeg dan aan de EU van ja, is dat wel eerlijk wat wij doen, dat wij zoveel steun geven aan die woningbouwcoöperaties, terwijl ze eigenlijk gewoon ook aan mensen die zelf prima een huur kunnen betalen, huizen verhuren. En zei de EU van nee, klopt, dat mag niet. Jullie mogen nu alleen nog maar aan de allerlaagste inkomens gaan verhuren. En dat is zo vastgelegd in de woningwet van 2015 dus. En daarom is het nu zo dat als jij met z'n tweeën, met je partner bijvoorbeeld, een inkomen hebt van 44.000 euro, dat jij op de vrije markt iets moet gaan huren of kopen. En dat het eigenlijk met dat inkomen gewoon totaal niet te betalen is. Tegelijkertijd werden de woningcorporaties ook belast alsof zij winstgevende partijen waren. Zo werd de vennootschapsbelasting ingevoerd voor woningbouwcorporaties. De ATAD-belasting is niet helemaal duidelijk wat het is, maar het kost in ieder geval honderden miljoenen voor woningcorporaties per jaar. En natuurlijk de verhuurdersheffing die inmiddels weer lijkt afgeschaft te worden. Dus aan de ene kant die afbraak van de volkshuisvesting en heel erg de vernauwing voor die volkshuisvesting voor nog maar een kleine groep mensen aan de lage kant van de samenleving. Aan de onderkant van de samenleving. En aan de andere kant een hele grote liberalisering en flexibilisering van die huurmarkt. Tijdelijke contracten die nu vrijwel de norm zijn voor mensen die gaan in de vrije sector gaan huren, die bestonden eigenlijk niet voor 2016. Je had bijna geen tijdelijke contracten en alleen met een paar uitzonderingen daar gelaten. Iedereen kreeg gewoon meteen een vast contract. En de vastgoedlobby heeft natuurlijk heel erg daarvoor gelobbyd bij de overheid om die tijdelijke contracten in te stellen. Zogenaamd zou dat beter passen bij de wensen van de samenleving nu. Maar goed, we weten allemaal dat het onzin is. Het is gewoon een enorme machtsversterking voor de verhuurders en uitholling van het recht voor huurders. Aan de andere kant, dat is dus flexibilisering. En de liberalisering trad ongeveer tegelijkertijd in. Voorheen was eigenlijk alles sociale huursector. Voor 1994 was er geen vrije sector in de huurmarkt. Wat betekende dat je altijd bijvoorbeeld maximale huurprijzen had ergens voor. Je had huurbescherming, je kon naar een geschillencommissie om jouw probleem met de verhuurder voor te leggen.
Maar sinds 2015 is bedacht dat ook de marktwaarde moet mee worden gerekend in het woningwaarderingsstelsel. Wordt nu een beetje technisch verhaal, maar goed. In ieder geval, het woningwaarderingsstelsel kon je maximale huurprijs mee berekenen. En de marktwaarde ging daar nu in meerekenen. Waardoor alle huren gewoon een sprong maakten van bijvoorbeeld €500 naar €1500. En dan vooral in de grote steden waar die marktwaarde heel erg omhoog ging. Dus dat is eigenlijk een beetje de combinatie van hoe die volkshuisvesting is afgebroken. Aan de ene kant bezuinigen en privatiseren. En aan de andere kant liberaliseren en flexibiliseren om die particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers hun gang te laten gaan op de woningmarkt die dan toen gecreëerd was. En dan komen we eigenlijk aan bij de huidige situatie. Nog steeds een enorme crisis. Een woonbeweging gelukkig wel, die overal protesteert. En natuurlijk ook een reactie daarop van de gevestigde politiek, omdat zij er niet meer omheen kunnen. En we zien ook dat in het coalitieakkoord van Rutte 4 bijvoorbeeld aandacht wordt besteed aan wonen. We zien dat afgelopen week Hugo de Jonge plannen aankondigt. En het gevaar is natuurlijk heel erg dat dit alleen oplossingen worden voor een kleine groep mensen die daarmee een beetje worden afgekocht. Die dan wat meer bescherming krijgen. En dat daarmee alleen de zogenaamde middenklasse, dat daarvoor de problemen een beetje worden opgelost. Maar dat het verzet daarmee verder een beetje naar beneden zou gaan en we niet meer in straat op zouden kunnen gaan. Ik denk dat we daar wel echt voor moeten waken, dat we niet moeten streven voor dit soort kleine aanpassingen, maar echt voor een andere verhaal over de volkshuisvesting. En ik heb nog even gekeken naar wat Rutte 4 dan precies wil doen en hoe zij dat denken op te lossen. En in het coalitieakkoord staat vooral heel veel vage dingen, over wonen dan. Maar het zijn wel drie concrete dingen eigenlijk. Ten eerste het verhaal van bouwen. Dat natuurlijk het dogma is van Rutte en zijn vrienden. En ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Er is wellicht wel inderdaad een tekort aan fysieke woonruimte. Maar er is vooral een probleem met hoe die woonruimte verdeeld wordt en wie die woonruimte bezit en hoe daar de verhoudingen in liggen. En oké, bouwen, dat is prima. Maar de vraag is natuurlijk voor wie. Wat voor woningen en wie gaat die woningen uiteindelijk bezitten en hoe worden ze verhuurd? Dat is denk ik de grootste vraag die we moeten hebben. En Rutte die wil dat overlaten aan de bouwsector en de particuliere verhuurders. En dat gaat geen oplossing bieden. Een ander punt waar Rutte 4 heel erg voor staat zijn inkomensafhankelijke huren. Waar we ook heel erg mee moeten oppassen. Aan de ene kant betekent dat lagere huren soms een huurverlaging krijgen. Dat betekent vooral dat mensen die nog in een sociale huurwoning wonen, dus een redelijk lage huur hebben, maar iets meer verdienen dan de lagere inkomens, dat hun huur heel erg sprongen gaan maken. En dan zie je dit jaar bijvoorbeeld bij de jaarlijkse huurverhogingen, die altijd op 1 juli ingaan. Ze spreken zichzelf ook tegen, trouwens, op de laagste huren onder €300 krijgen gewoon €25 huurverhoging, dus dat is iets van 9%. De andere huren krijgen 2,3%. En als jij net iets meer verdient dan wat Rutte denkt dat acceptabel is om in een sociale huurwoning te wonen, dan krijg je gewoon €50 of €100 huurverhoging. En dat is volgens Rutte wat inkomensafhankelijke huren betekent. Deze week kwam dit rapport naar buiten van Hugo de Jonge, minister voor volkshuisvesting. Ik was van plan het een beetje door te lezen, maar het was 65 pagina's, dus dat heb ik even links laten liggen. Ik zag wel dat als je protesteert, je wel tegenwoordig in het programma van Hugo de Jonge kan komen. Moet je wel niet hele radicale leus hebben zoals meer betaalbare huizen, maar goed, gelaten. Zijn plannen werden wel breed uitgemeten in de media als een soort van oplossing van de wooncrisis. En ik denk dat ook dat we daar heel scherp moeten zijn en ons niet moeten laten een soort van verblinden door kleine vooruitgangetjes die ze dan aanbieden. Wat Hugo de Jonge voorstelt is ten eerste om de middenhuur te gaan reguleren. En dat betekent zoveel als, ik legde net uit, van als je nu in de vrije sector zit, dan ben je min of meer vogelvrij. Dan kan de verhuurder rekenen wat hij wil en je kan nergens je huurprijs laten toetsen, want je zit eenmaal in de vrije sector. Wat Hugo de Jonge wil doen is die huren tot €1100, €1200 gaan beschermen, dus dat daar ook een maximale prijs op zou zitten. Maar het probleem is dat het hele frame van middenhuur eigenlijk een vals frame is. Het betekent eigenlijk gewoon dat mensen die recht hebben op sociale huurwoning, die er niet meer mogen, omdat de EU ons toen heeft verteld dat het niet meer mag, nu een middenhuurwoning moeten gaan huren, die nog steeds veel te duur is voor het inkomen dat ze hebben. Namelijk €1000 huur, €1100 huur, €1200 huur. En dan kun je dat wel gaan reguleren, maar dat is niet de oplossing. Moeten die huren ook gaan verlagen? Want de enige die van die hoge huren profiteert, zijn de huisjesmelkers en de verhuurders. En die hebben dat geld niet nodig. Wij hebben lagere huren nodig.
ja, dat is wat de plannen van Hugo de Jonge die deze week naar buiten kwamen. En ik denk dus dat we daar heel scherp op moeten zijn. Er zijn pleisters plakken op een wond die ze zelf hebben gemaakt en die ze zelf ook met andere maatregelen steeds verder openrijten. En ik denk dat de geschiedenis van de volkshuisvesting ons leert, die geschiedenis die ik net heb proberen te schetsen, is dat, dat we het niet in handen kunnen leggen van politici hoe wij onze volkshuisvesting vormgeven, zodat ze het later als het even kan weer kunnen wegbezuinigen. Maar dat we gewoon onafhankelijk van de kapitalistische staat onze eigen volkshuisvesting weer moeten gaan opbouwen. En dat huurders daarin heel centraal moeten staan met inspraak en zeggenschap over hun eigen woningen en eigen leefomgeving. En met de sterke controle op, ja, op het reilen en zeilen van zo'n woningcoöperatie of vereniging of coöperatie, hoe het dan moet heten. En ik denk dus dat de woonbeweging ook daar sterk in moet zijn van wat hebben we nodig. Een nieuw inspirerend verhaal van de volkshuisvesting. Die aan de ene kant wel terug moet draaien wat is gebeurd, namelijk de privatisering en de liberalisering. En daarmee ook scherp moet zijn dat dat eigenlijk alleen kan gebeuren als de huizen in het bezit komen van ons allemaal. Dus dat we eigenlijk tegen huismelkers zeggen van nee, we gaan niet meer die huizen in jullie bezit hebben, maar we moeten jullie onteigenen. We moeten collectief weer eigendom nemen over die volkshuisvesting om dat naar onze behoeften in te richten. En wat betreft woningcoöperaties denk ik dat veel van die woningcoöperaties, misschien niet allemaal, dank je, dat ze ook heel erg ver zijn afgedwaald van wat ze vroeger wel beter deden, namelijk voorzien in goede volkshuisvesting. En dat we ook die woningcoöperaties terug moeten pakken als huurders. En dat daar ook een soort van onteigening moet plaatsvinden. En ik denk dat de woonbeweging daar goed mee bezig is. En dat de woonopstand en woonprotest, dat de eisen daarvan in een straatje vallen. En dat we samen moeten werken om op lange termijn die doelen te gaan behalen. Dank je. Nee, deze. Oké. Okay. Ja. Allereerst bedankt aan de internationale socialisten voor de uitnodiging. Voor de tweede keer. Vorige keer ook op de Marxisme-dag in Utrecht. En ik wilde er toch nog even kort op reflecteren. Omdat ik niet precies hetzelfde verhaal wil vertellen. En het toch ergens anders over wil hebben. Maar ook wel een aantal dingen die ik toen benoemde nog een keer wil benoemen. De vorige keer had ik het met name over... hoe we de protestbeweging kunnen verklaren. Waarom gebeurt het nu en waarom gebeurt het nu pas eigenlijk? Met als grootste vraag. In ieder geval zien we een beweging die nog steeds aan het groeien is. Van mensen die organiseren en die actie voeren en die zich inzetten tegen de wooncrisis en tegen de oorzaken van de wooncrisis. En als ik daarnaar kijk, dan is dat vooral te verklaren aan de hand van een steeds precairder worden situatie voor een steeds grotere groep mensen. Zoals dat vaak gaat met crisis. Een situatie die met name escaleert door de perverse machten van het kapitalisme. Dus mensen die heel veel kapitaal bezitten, die hun politieke en economische macht gebruiken om nog rijker te worden, waardoor er een onomkeerbare erosie veroorzaakt wordt. Dus het verhaal wat we net hebben gehoord, is aan de hand daarvan perfect te verklaren. Daarmee zie je ook dat door die groeiende macht en de groeiende rijkdom van een bezittende klasse, die steeds schaamtelozer handelt. En daardoor dus de mensen die in een precaire situatie zitten, of in een escalerend precaire situatie zitten, steeds meer doorhebben dat het hier gaat om een belangenconflict, om een klassenconflict. In het verlengde daarvan zie je dus dat je waar mensen voorheen vooral zaten met een individueel schuldgevoel, waarbij je dus vooral naar jezelf kijkt, en dat is best wel de Nederlandse traditie om te kijken naar oké, heb ik dan een domme economische keuze of financiële keuze gemaakt? Wat is de oorzaak van dat ik nu in een precaire situatie zit? Dat dat aan het afnemen is en dat die bedwelming van dat schuldgevoel en van dat individualistische idee aan het optrekken is en dat steeds meer mensen de analyse maken dat het inderdaad systemisch is en dat het inderdaad het systeem is wat dit veroorzaakt heeft. Je ziet daarmee dus ook dat doordat steeds meer mensen dat doen, die analyse maken, ook hun eigen situatie dus betrekken op een systemisch probleem. En dat is de taboe van het systeem, de schuld geven eigenlijk verdwijnt.
Daarbij denk ik ook dat de oorzaak van de groeiende protestbeweging vooral ook is dat de crisis en de problemen die nu steeds meer mensen voelen, heel lang niet erg genoeg, zou je kunnen zeggen, voor een groter, breder, meer mainstream publiek. Dat het vooral eerst zichzelf niet aanging. En nu opeens wel. Nu raakt het de mensen die in een redactie zitten zelf. Of de kinderen van bestuurders of van mensen die macht hebben op een bepaalde manier. Wat betreft dat individuele schuldgevoel en die taboe, zie je dus dat de huidige beweging daarmee afrekent. Door echt als kernboodschap te brengen van oké, dus het is geen natuurverschijnsel. Het is een probleem wat systemisch is, wat een oorzaak heeft. En die oorzaak ligt in klassenconflict. En die ligt in neoliberale politiek die daaruit voortvloeit. Dus daarmee zie je dus dat mensen hun eigen situatie daarin relateren en dus de straat op gaan. Maar ook eindelijk solidariteit kunnen tonen met mensen die in een veel precairdere situatie zitten dan zij zelf. En dat uiteindelijk herkenning en ook solidariteit ontstaat. Dat was in het kort wat ik de vorige keer behandelde. En wat ik zag als verklaring van oké, waarom gebeurt het dan in 2021 dat er dan opeens massaliteit aan zo'n beweging komt. En deze keer wil ik het meer hebben over verzet en welke wegen er zijn en wat dat betekent, wat ze voor elkaar moeten betekenen. En ik heb daar niet per se antwoorden op, hooguit wat dingen die in mijn visie vallen, maar ik ben vooral ook benieuwd wat jullie daarvan vinden en op welke manier we welke middelen in kunnen zetten. Omdat het een discussiepunt is wat vaker terugkomt, is oké, is het nou de manier om daadwerkelijk verzet te organiseren om binnen de lijntjes van het systeem, van de orde eigenlijk, protest te organiseren en daarmee je eisen kenbaar te maken, te manifesteren? Of zou het verder moeten gaan dan dat punten op moeten zoeken waar er daadwerkelijk frictie is met dat systeem? En ik vind die kritiek of discussie, die vind ik heel terecht, omdat het... Ik zelf ook niet per se geloof dat een protest wat aangekondigd is, wat door de politie begeleid wordt, ik denk zelf ook niet dat machthebbers oncomfortabel genoeg maakt om daadwerkelijk radicaal hun beleid daarop aan te passen. Ik denk dat we de tijdlijn die we nu hebben gezien, dat ook bewijst. Dus er was massaliteit, er gebeurde iets. En er is een reactie op, zoals bijvoorbeeld het programma Betaalbaar Wonen. Er komt weer een minister op volkshuisvesting en dergelijke. Alleen je ziet nog steeds dat het een reactie is die heel erg binnen dezelfde kaders is. En eigenlijk heel erg vooral het doel heeft om te pacificeren en om een bepaalde groep mensen die nu ineens geraakt worden, weer gerust te stellen en ervoor te zorgen dat ze niet meer organiseren en dat ze thuis blijven. En dat bewijst dus dat, in mijn ogen in ieder geval, dat deze manier van protest nog niet ver genoeg gaat om daadwerkelijk die radicale omslag af te dwingen. Dus daarmee kun je dus zeggen, je zou dus kunnen zeggen dat op dit moment de beweging die in de vorm van woonprotest en het verlengde daarvan bijvoorbeeld ook de woonopstand en dergelijke, op de meeste manieren daarbinnen die beweging georganiseerd wordt, dat valt nog binnen de perken van de wet. De liberale democratie en eigenlijk de kapitalistische orde, zou je kunnen zeggen. Dus het gaat om aangemelde protesten, het gaat om lobby, het gaat via parlementaire invloed en ook de juridische weg. En ik vind dat wel dus heel belangrijk. Ik denk dat het een hele legitieme vorm is en dat het er zeker moet zijn en dat het ook een stootblok kan zijn. Maar wat ik zeg, het maakt mensen die nu aan de touwtjes trekken, denk ik, niet oncomfortabel genoeg. En ik denk dus dat dit daar het bewijs van is. Tegelijkertijd zie je dus wel dat een aantal actiegroepen en ook een groeiende beweging aan actiegroepen zich wel buiten die kaders bewegen. Dus die kraken bijvoorbeeld, of die saboteren of bezetten. Je ziet het bij Extinction Rebellion, je ziet het bij verschillende kraakgroepen. En dat is duidelijk buiten de kaders van wat je zou kunnen zeggen als... wat je zou kunnen omschrijven als de orde of de gestelde orde. En in het verlengde daarvan misschien wel de kapitalistische orde of het kapitalistische systeem. En het opmerkelijke verschil wat je dus ziet is dat waarbij een protest, een woonprotest,
nog relatief gemoedelijk kan gaan. Niet in elk geval natuurlijk. We hebben ook bij de woonopstand gezien hoe daarop gereageerd wordt. Maar je ziet een duidelijk verschil in wanneer de politie en de macht daarmee, en eigenlijk de politie als machtsmiddel, daar keihard op reageert en ook actief tegen aan het ageren is. En ik denk dat dat verschil heel veelzeggend is. Dus ik denk dat je door de reactie van de macht kunt zien waar ze het meest oncomfortabel van worden en waar ze het meest bedreigd door zijn. Hoe ik daarnaar kijk is dat je die frictie die je daarbij aantoont, ik denk dat je die aan de hand van dus het concept orde kunt omschrijven. En dan bedoel ik niet zo per se het verstoren van orde in de praktische zin. Dus het feit dat auto's stilstaan of het feit dat een weg afgesloten wordt of dat er een hele grote groep mensen in de stad is. Want al zou je het echt in de praktische zin benoemen, dan is eigenlijk een massaal protest wat wel binnen de kaders bestaat. Verstoort dat veel meer praktische orde dan bijvoorbeeld het afsluiten van één straat door Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Maar eerder, ik had niet echt een juist woord voor, maar orde in de conceptuele zin zou je misschien kunnen zeggen. Dus als je dus kijkt naar dat als er zonder formele toestemming een bezetting plaatsvindt, dan bewijst dat het concept van orde, en niet per se de praktische orde, maar het concept van orde, de orde van handhaving, van de staat, en ook dus daarmee de kapitalistische orde, uitgedaagd kan worden. Dat überhaupt een mogelijkheid is. En dat ook al vrij snel op losse schroeven kan komen te staan. Dus je kunt, als er een snelweg afgesloten wordt, dan is er heel veel chaos. En dan gaat het, dan zie je al snel dat dus dat concept van orde heel erg bedreigd wordt. Je ziet daarom ook een hele heftige reactie. Ook bijvoorbeeld op de mensen die zich organiseerden en demonstreerden tegen coronamaatregelen bijvoorbeeld. En een ander goed voorbeeld daarvan is dus dat uitdagen van het concept orde, is dat er enkele tientallen werknemers van Schiphol laatst staakten. En dat eigenlijk een handjevol mensen de orde van een miljardenoperatie kan verstoren, compleet kan verstoren. En met een halve dag stopt met werken. En je ziet dat daar ten eerste heel veel macht ligt en ten tweede een hele directe reactie op is. Een hele georganiseerde reactie van de macht, van de tegenmacht eigenlijk, van de zittende macht. Dus ik denk dat je daarmee zou kunnen stellen, als je dus kijkt naar wat ik net zei, dus je kunt dan de reactie van de macht zien wat het meest bedreigend is voor hen. Kun je dus stellen dat een illegale blokkade van één straat dat concept van orde veel meer bedreigt dan een aangekondigd massaal mainstream protest. Ook al gooit dat de hele stad overhoop in de praktische zin, dan alsnog bedreigt het concept van orde veel meer door één straat te blokkeren. En ik denk dus dat daar ergens een balans ligt waar je iets mee kan. En waar die dan precies ligt, dat weet ik ook nog niet zeker. Maar ik ben ook zeg maar hardop aan het filosoferen daarover. Ik weet niet precies op welke manier je dat zou vorm kunnen geven, maar ik denk dat daar ergens een balans ligt. Daarbij vind ik dan dus wel dat je mainstream organisatie en mainstream vormen van verzet, zoals dus eigenlijk een massaprotest is in veel gevallen, dat je die ook niet moet uitsluiten, omdat ze ook een hele belangrijke functie dient. Zeker eigenlijk ook in relatie tot de protestvormen die wel buiten die kaders bestaan. Ik denk dat ze elkaar op een hele belangrijke manier aanvullen. En ik denk dus dat het verwerven van dus zo'n kritieke massa aan steun, aan eigenlijk een populair front, dat die heel belangrijk is en dat die fundamenteel is. Omdat je daarmee dus een toegankelijke en populaire façade of front creëert van een beweging die zich ook op radicalere manieren uit, die daadwerkelijk dat concept van orde zeg maar uitdagen. Daarbij moet je denk ik ook oppassen dat je als bijvoorbeeld woonbeweging of als protestbeweging aan zich door een publiek gezien wordt als een soort van lukrake aggressor, zeg maar. Dus dat je onconstructief bent, omdat daarmee dat populaire front wordt bedreigd. En daarmee dus ook de steun voor radicale reactie. En ik denk dat je in plaats van dus om dat te voorkomen dus, dat frame zou moeten focussen op een alternatief verhaal. Iets dat hoopvol is, maar wel strijdbaar. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen daarbij is dat verhaal dan ook niet naïef is. Dus
wel expliciet benoemen wat de obstakels zijn naar het alternatief wat je omschrijft. En ook wat de middelen daartoe zijn en daar eerlijk over zijn. Maar niet op een manier die dus als lukraak, als willekeurig en als agressief overkomt. Maar eerder op een manier die een toeschouwer kan overtuigen van de rechtvaardigheid. Van ten eerste je verhaal, maar daarmee dus ook van de middelen en de bedreiging van de obstakels daartoe. Dus de rationaal erachter, zeg maar. Die moet overtuigend zijn. Je zou daarmee als conclusie, dat is in ieder geval mijn conclusie, wat dan het doel zou moeten zijn van protest, is dat je een doelmatig, maar wel radicaal protest hebt, een protestvorm hebt, een protestbeweging hebt, die een duidelijke visie uitschetst, dat is een alternatief, met als praktische uitwerking ervan een populair front, dat dus wel die toeschouwer kan overtuigen van de rechtvaardigheid van je verzet en van de middelen die je gebruikt. Dat tegelijkertijd dus ook de radicalere vormen, die dus daadwerkelijk wel die frictie buiten die kaders opzoeken, keihard ondersteunt met uitgesproken solidariteit. En ik denk dat daar ergens die balans ligt waar ik het eerder over had. Maar ik ben ook vooral heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken en wat de functie volgens jullie is van binnenkaders, buitenkaders en op welke manieren die dingen samen zouden moeten komen. Dat was het.